Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video uit deze maandelijkse serie van interessante aandelen. Waar, zoals de naam al zegt, we gaan kijken naar interessante aandelen. Nou, afgelopen maand zijn er in ieder geval heel veel aandelen interessant geworden door deze crisis. Dat ik het aandeel bespreek wil niet zeggen dat het ook koopadvies is, dat ik aanraad om het te kopen. Nee, het is gewoon interessant. Mijn interesse is gewekt. Of misschien hebben jullie vragen gehad over dit aandeel, hebben jullie het voorgesteld. En vandaar dat ik het dan dus behandel in deze video. Dus zie jij een aandeel in deze video wat je ook interessant lijkt? Zorg dan dat je altijd zelf ook onderzoek gaat doen naar dit aandeel, naar dit bedrijf, voordat je een aankoop doet. Genoeg uitleg over wat je te wachten staat. Laten we beginnen met deze video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Zoals ik al zei, is dit een maandelijkse serie. We gaan dus elke maand een paar interessante aandelen behandelen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we altijd eerst even terugkijken naar de aandelen waar we het vorige keer over hebben gehad. En de vorige keer was dus maart 2020. Toen was de crisis nog niet echt bezig. Je zag al wel, vooral in Azië wat gedoe, in Europa een klein beetje, maar nog niet die grote dip. Die hadden we toen aan het begin van de maand nog niet gehad. Dus er is heel veel gebeurd de afgelopen maand. En dat zien we eigenlijk ook terug in de aandelen en de beurzen waarop deze aandelen verhandeld worden. Kijk bijvoorbeeld naar de AEX de afgelopen maand, dan zien we -12,1%. Op het dieptepunt zelfs was het -27% ten opzichte van het begin van de maand dus. Kijken we naar de S&P 500, -13,2% op dit moment. En daar was op het dieptepunt een kwart van de koers afgegaan. Het eerste aandeel dat we vorige maand behandelden was Prologis. Daar zien we -13,6%, op het hoogtepunt zelfs -30%. En dit is een vastgoedbedrijf wat vooral heel veel loodsen, distributiecentra heeft. Ook hier in Nederland, en ik heb jullie toen ook gezegd van let er de komende tijd eens op. Je ziet waarschijnlijk die naam best wel veel voorkomen. Natuurlijk werken natuurlijk heel veel mensen nu vanuit thuis, dus misschien heb je het nog niet gezien. Dus let daarop wanneer je weer naar buiten mag, wanneer je weer naar je werk toe mag. Maar ja, dat kan nog wel even duren. Zelf heb ik trouwens 18 aandelen van Prologis gekocht de afgelopen maand. Ook hier sta ik dus in de min. Gelukkig is het nog maar -12%, maar ook vastgoed werd echt hard getroffen door deze crisis. En het laatste aandeel van vorige maand was Qualcomm, -13,6%, dus ook een beetje net zoals Prologis en de hele beurs. En daar zag je op het dieptepunt een koersdaling van -23%. Maar genoeg over afgelopen maand, laten we ons vooral gaan richten op interessante aandelen van deze maand voor de toekomst. Het eerste aandeel wat ik in deze video wil gaan behandelen is Albemarle, met het tickersymbool ALB. En Albemarle is wereldwijd leider in de productie van lithium, brom en katalysatoren. En dat zijn dus drie grondstoffen. En voor mij is Albemarle dus een interessant aandeel, omdat ik in Tesla geloof, in het elektrisch rijden op de korte toekomst. Nou, daar heb je natuurlijk lithium voor nodig. En daar is Albemarle een heel erg grote speler in. En ik denk dat Albemarle als leverancier van lithium dus misschien niet op de korte termijn, want de lithiumprijs is nou nog niet zo goed en de vraag neemt nog langzaamaan toe. Maar vooral op de langere termijn, dan explodeert de vraag, zeg maar, en hopelijk gaat de prijs dan nog van lithium omhoog, dan kan Albemarle daar volop van profiteren. En laten we dan gaan kijken naar enkele pluspunten van Albemarle. Ten eerste de winstmarge, die is gewoon heel erg goed, met ongeveer 15% winstmarge die ze hebben. Ga je kijken naar concurrenten, dan ligt dat vaak rond de 5%, dus ze maken gewoon heel erg veel winst op hun omzet. En dat heeft er ook mee te maken dat ze gewoon de kosten heel erg laag houden, de productiekosten, de op één na laagste kosten in het segment of in de sector. Kijken we naar het PE ratio, dat is price to earnings, oftewel de koers zeg maar ten opzichte van de verwachte winst. Die ligt op dit moment rond de 9, in de toekomst wordt die verwacht op rond de 11 en dat is gewoon heel erg goed, heel erg laag zelfs. Zeker ook weer vergeleken met concurrentie waar die rond de 15 ligt, is het aandeel dus nu gewoon heel erg goedkoop eigenlijk. Dat zien we eigenlijk ook terug trouwens in de waardering van Simply Wall Street. Die verwachten dat het aandeel eigenlijk 20% is ondergewaardeerd. En dat het eigenlijk zo rond de $70 zou moeten kosten op dit moment. De omzet zien we de laatste 5 jaar ook groeien. Van zo'n 2,5 miljard in 2014 naar 3,5 miljard afgelopen jaar. En de earnings per share, het winst per aandeel, is eigenlijk ook al die tijd langzaamaan toegenomen. Alleen nu in de toekomst wordt natuurlijk minder verwacht. Wederom vanwege die crisis is het gewoon, ja, heeft het gewoon een grote impact op het resultaat van het bedrijf. Kijken we naar de grafiek van Albemarle, dan zien we eigenlijk dat de 52 week high op net geen $100 zat. En de 52 week low dus net iets onder de $50. Oftewel, het is in deze afgelopen maand dus gewoon gehalveerd de koers van het aandeel. En dat heeft natuurlijk te maken met de crisis waar we op dit moment mee zitten. Maar ook wel een beetje omdat de verwachtingen op de korte termijn niet al te best zijn. We hebben zelfs misschien wel een beetje
afname, geen groei, maar dus krimp. Ook de verwachting van lithium is de komende tijd nog niet zo goed. Of in ieder geval zeker in combinatie met die lage prijs. Dus daar kunnen ze op dit moment nog niet van profiteren. Maar de verwachting is wel dat over enkele jaren het geval is. En gelukkig weet Albemarle dus een goede winst te maken van 15%. Ja, ze zitten alleen een beetje te wachten tot die lithiumprijs gaat stijgen. Nou, om dat te laten stijgen zal ook de vraag moeten toenemen. En als we daar verwachtingen naar gaan kijken, de komende jaren zal die echt exponentieel toenemen. We zien namelijk ten eerste dat niet alleen de stijging heel erg hard gaat, maar ook de verwachting ieder jaar wordt bijgesteld. In 2015 dachten ze nog dat we in 2025 rond de 400 nodig hadden. Dat werd in 2017 al bijgesteld naar bijna 600, een jaar later 800. En nu denken we zelfs dat het ergens tussen zeg maar 900 tot 1200 ligt. Dus we zien dat er steeds meer wordt verwacht. En dan kun je ook zien dat volgens de verwachting er in 2025 vier keer zoveel nodig is als in 2018. Dan zijn er wel nog twee aandachtspunten bij Albemarle. Ten eerste investeren ze volop in de toekomst. Alleen op korte termijn moeten we niet veel terug van verwachten, zeg maar. Zoals we net al zagen, vanwege die koers, vanwege die vraag, zal het nog wel tegenvallen de eerste jaren. Maar ze zijn nu vast bezig met investeren. En hopelijk kun je er zeg maar over een jaar of 3 tot 5 volop van profiteren. Maar een tweede punt is ook dat die investeringen misschien wel iets worden vertraagd, worden afgebouwd. Juist vanwege deze crisis op dit moment. Hangt een beetje af dus van de situatie. Misschien kunnen ze op die manier namelijk wat geld besparen wat ze nu hard nodig hebben. En ook een pas aangekochte mijn, die ligt eigenlijk gewoon stil. Er is geen productie, of in ieder geval heel weinig. Dus daar moet je niet te veel van verwachten. Dat heeft waarschijnlijk dit jaar en komend jaar nog nodig. Dus na 2021 gaat dat meewegen. Kan die productie omhoog. En ook dat gaat natuurlijk wel mee profiteren en zou dus effect moeten hebben op de groei, omzet en winst van het bedrijf. De conclusie is dan ook dat ik denk dat zeker voor de lange termijn het een interessant aandeel is. Zoals gezegd, ik vertrouw eigenlijk in het elektrisch rijden. Tesla in het specifiek, maar natuurlijk eigenlijk in de hele technologie, die hele ontwikkeling geloof ik wel in. En niet alleen in elektrische auto's hebben we natuurlijk lithium nodig, ook in thuisaccu's dadelijk of accupakketten op de grid, in het netwerk van stroom. Daar zal steeds meer gebruikt worden en daar is natuurlijk gewoon vraag naar en dus binnenkort ook afzetmarkt voor. Dat is dus op de lange termijn, op de korte termijn zoals gezegd is het wat lastiger. De markt, de prijs is op dit moment nog niet goed, de crisis werkt natuurlijk niet mee. Allemaal combinaties waardoor natuurlijk de eerste jaren niet zoveel groei te verwachten is. Want je dus echt moet richten op de langere termijn. Gelukkig hebben ze dan wel een dividend van 3%. Wat net geen 30% is van hun payout ratio. Dus genoeg geld om dividend uit te keren. Maar tegelijkertijd nog steeds 70% van de winst houden ze over om te investeren in het bedrijf. En Albemarle is sinds kort een dividend aristocrat. Oftewel 25 jaar lang hebben ze telkens dividend verhoogd. Dus het is gewoon een heel erg betrouwbaar bedrijf wat betreft dividend. In ieder geval. Dus op de korte termijn moet je misschien niet te veel verwachten van de winsten, van de koersstijgingen. Maar gelukkig heb je dan wel je dividend. Het aandeel van Albemarle is trouwens gewoon te koop via de Giro. Een link daarvan zal ik trouwens onder deze video plaatsen. En tevens vind je daar de link naar de website en alle informatie rondom Albemarle die ik in deze video gebruikt heb. Voordat we verder gaan naar het tweede aandeel wil ik je vragen. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen ik vaker moet behandelen die jullie dus interessant vinden. Krijgen meer mensen deze video te zien op YouTube. Dus niet alleen help je die mensen al mee, je helpt ook het YouTube kanaal al mee. En wil je zelf nog meer video's zien, maar je bent nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Maar dan gaan we nu dus verder met het tweede aandeel en dat is Adifica. En de vaste kijkers van jullie weten dat ik steeds meer geïnteresseerd ben in vastgoed. In vastgoed aandelen, REITs. Ja, aan de ene kant liefst in woningen, maar dat is heel erg moeilijk te vinden. Wat ik zeker niet wil is eigenlijk winkels, want daar op de korte termijn, maar zeker op de lange termijn, heb ik dus niet zoveel vertrouwen in. Ik zoek dus vastgoed in sectoren waar ik wel vertrouwen in heb, juist om wat spreidingen in mijn portefeuille te krijgen. Al wordt vastgoed de laatste maand ook gewoon heel erg hard getroffen in deze crisis. Niet echt wat ik had verwacht, maar ja, het is niet anders. En je zag natuurlijk al eerder dat ik vorige maand Prologis had behandeld. Het vastgoed wat betreft distributiecentra. Zelf dus ook 18 aandelen van heb gekocht. En dit is misschien ook wel zo'n bedrijf waar ik interesse in heb. En wat misschien ook wel interessant is voor jou. Want Adifica is juist weer een mooie aanvulling. Want zij investeren namelijk in Europees zorgvastgoed. Kijk op hun website, dan lezen we namelijk Adifica is een Belgisch beursgenoteerd vennootschap die gespecialiseerd is in investeringen in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder in huisvesting van senioren.
door te investeren in kwalitatieve zorggebouwen die recurrente en geïndexeerde huurinkomsten genereren en een meerwaardepotentieel bieden, wil Adifica zijn aandeelhouders een zekere en duurzame vastgoedinvestering bieden met een aantrekkelijk rendement. Het lijkt er dus op dat Adifica goed aansluit bij de dingen die ik zoek. Gaan we namelijk kijken naar een paar pluspunten van Adifica. Ten eerste hebben we natuurlijk Europees, zeker in Nederland, maar eigenlijk dus ook gewoon de rest van Europa, te maken met vergrijzing de komende jaren. En dat is juist een sector, een doelgroep waar Adifica op inspeelt. Ik denk dan ook dat de vraag naar zorg en huisvesting toe gaat nemen de komende tijd. Nou, Adifica biedt eigenlijk een combinatie van beide aan, dus lijkt me gewoon dat daar veel vraag naar zal zijn. En kijken we even naar wat kerncijfers van Adifica, dan zien we dat ze actief zijn in Engeland, Nederland, België en Duitsland. En als je rechts onderin kijkt, zie je trouwens een bezettingsgraad van 100%. Nou, vastgoed is altijd heel erg belangrijk wat de bezettingsgraad is. Beter dan 100% wordt het niet. Lijkt me gewoon dat dat nu al prima is, maar dat het ook in de toekomst wel in ieder geval heel erg hoog blijft. Maar behalve bezettingsgraad wil je ook weten hoe betrouwbaar je huurders zijn. Nou, het lijkt me dat in dit geval het heel erg betrouwbaar is. Misschien niet het bedrijf, maar wel de doelgroep of de sector waar je je op richt. Zorg is vaak gefinancierd vanuit de overheid. Ouderen zijn mensen met geld, dus zelfs als het privé dingen zouden worden, dan zit er vaak toch wel geld achter. En mensen zijn er gewoon naar op zoek. Er is gewoon vraag naar, zeker die komende tijd. Dus wat dat betreft geloof ik ook wel dat die bezettingsgraad de komende tijd gewoon heel erg hoog blijft. Kijken we vervolgens naar een vastgoedportefeuille, dan zien we dat sinds het begin in 2006 deze jaarlijks gegroeid is met 26% dus per jaar gemiddeld. En ook dit aandeel is op dit moment ondergewaardeerd met zo'n 30%. Ja, elk aandeel is wel ondergewaardeerd in deze situatie op dit moment in deze crisis. Dus hier zien we ook dat er best wel wat mogelijk is. En dat we dus wel kunnen verwachten dat het aandeel weer een stuk gaat stijgen wanneer alles weer beter gaat in de wereld. Kijken we dan nog naar de winst van afgelopen jaar. Die verdubbelde zelfs afgelopen jaar en dit jaar wordt een plus van 20% verwacht. En de afgelopen 5 jaar lag dit zelfs op gemiddeld 28% per jaar. Dus dat is gewoon prima groei. En niet alleen groei is er ook dividend in dit geval, zo ongeveer 3%. En dat is zeg maar 55% van wat ze verdienen, wordt dus uitgekeerd in de vorm van dividend. Met REITs is dat altijd wat hoger met vastgoed. Dat is ook eigenlijk wel verplicht en ook wel logisch. Af en toe wordt er wat aangekocht. Heel veel winst wordt gewoon uitgekeerd, dat is ook mogelijk. Ze hoeven niet te innoveren, ze moeten alleen zorgen dat ze af en toe hun portefeuille uitbreiden. Nou, we hebben wel gezien dat dat de afgelopen jaren wel is gelukt met bijna 26% groei per jaar. En dat maakt het dus weer een interessant aandeel. Zeker een aandeel waar ik verder naar ga kijken, want het is wel iets wat mij aanspreekt, waar ik misschien wel investeringen wil gaan doen. Ook dit aandeel is weer trouwens te koop via de Giro. En het staat dan genoteerd op de Euronext in Brussel. Dit heeft trouwens dezelfde tarieven als de Euronext in Nederland bij de Giro in ieder geval. Dus mocht je het aandeel willen kopen via de Giro of meer informatie over dit aandeel willen hebben, onder deze video vind je alle links weer terug. En dan komen we daarmee aan bij het laatste aandeel van deze video. Wederom een aandeel wat begint met een A. Het is gewoon toeval, maar het is niet anders. Dit aandeel is AB InBev, oftewel Anheuser-Busch InBev, met tickersymbool ABI. Het is een aandeel dat de afgelopen tijd veel besproken werd. Niet alleen in reacties onder mijn video's werd er veel naar gevraagd van wat vind je van AB InBev. Ook in onze Discord chat. Ik zal trouwens een link plaatsen ook weer onder deze video. We hebben meer dan 1750 mensen geloof ik inmiddels al in het chat zitten. Praten over al dit soort onderwerpen. En zeker nu er veel gebeurt op de beurs, is er genoeg te bespreken. Maar het is dus een veel besproken aandeel. Misschien ook wel omdat meer dan 92% van mijn kijkers mannelijk is. Dat we veel bierliefhebbers hebben op dit kanaal dus wel. En ik zit nu op dit moment aan Bavaria. Dat is trouwens geen merk van AB InBev. Maar AB InBev is wel wereldwijd de grootste bierbrouwer. Van wel meer dan 500 merken bier en andere alcoholische dranken. En denk hierbij dan onder andere aan Leffe, Jupiler of Jupiler, Budweiser en het merk waarvan je nu dat woord heel vaak in het nieuws hoort, maar wel in een negatieve zin. Het is wel een aandeel wat al langere tijd daalt. Kijken we 5 jaar terug, dat was toen het hoogtepunt van wat we kunnen zien de laatste 5 jaar. En dit jaar zat het zo rond de €75. Het dieptepunt met deze crisis lag op €31. En nu zijn we weer terug naar €40 de koers. Het aandeel was ook gisteren nog in het nieuws, want ze hebben €4,5 miljard... aan obligaties uitgegeven en enkele dagen eerder hebben ze zelfs van €9 miljard geld opgehaald bij een groep banken. Dat gaan ze onder andere gebruiken natuurlijk
om 3 miljard euro aan schulden af te lossen dit jaar die verplicht waren. Maar tegelijkertijd hebben ze nu ook weer genoeg geld achter de hand om deze crisis aan te kunnen en dus door te komen. Even kort wat cijfers dus over AB InBev. Afgelopen jaar hadden ze een omzet van $52 miljard en daaruit kwam een winst van $8 miljard, iets meer dan $8 miljard. Oftewel een winstmarge van 15%, dat is gewoon echt heel erg prima. Als we gaan kijken naar wat het aandeel op dit moment waard is, dan zegt Simply Wall Street dat het 50% is ondergewaardeerd. Tegen die huidige koers, en natuurlijk hebben ze een heel erg flinke klap gehad in deze crisis. Daar komen we eigenlijk ook meteen aan bij de aandachtspunten of de minpunten van dit aandeel, net hoe je het wil noemen. Want je zult natuurlijk zien dat de afzet de laatste tijd heel erg hard is afgenomen. En ook de komende tijd is niet te verwachten dat het in één keer gaat veranderen. Wereldwijd is eigenlijk overal wel de horeca gesloten, evenementen zijn afgelast. En dat mensen nu meer thuis zitten, betekent niet dat ze veel meer bier gaan drinken. Zeker niet zoveel bier dat het andere gaat compenseren. En daarbij komt natuurlijk ook kijken dat we niet weten wanneer het wel weer toe is gestaan. Wanneer mocht de horeca weer open? In heel veel landen zal het nog wel een tijdje duren. Hetzelfde geldt met evenementen. Juist ook in deze zomer is dat natuurlijk heel erg belangrijk met terrasjes en evenementen. Wordt gewoon veel bier gedronken. En het zou zomaar kunnen zijn dat wanneer het er eenmaal weer is toegestaan, heel veel evenementen niet door kunnen gaan. Omdat er de planning niet meer goed loopt, zeg maar. Of dat mensen gewoon iets hebben van, ik ga het niet meer opzoeken, deze grote groepen. Ik wacht nog wel een keertje. Ik ga volgend jaar wel weer naar een evenement toe. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. En dan kan een grote impact hebben op een bedrijf als AB InBev. De groei die verwacht werd was ongeveer 3% dit jaar. En dat was al lager dan wat bij concurrenten werd verwacht. En dat is eigenlijk niet eens meegenomen in 2020. Want de groei die we nu hadden verwacht, die zal om worden gezet naar een krimp voor dit jaar. Want ze hebben namelijk afgelopen week een eigen outlook ingetrokken. Oftewel wat ze zelf dachten voor dit jaar, dat hebben ze ingetrokken. Die verwachting geldt niet meer. Het is natuurlijk zo'n aparte situatie. Heel veel bedrijven doen dit trouwens hoor. Het is gewoon niet meer te verwachten. Je weet niet hoe lang het gaat duren. En daardoor kun je ook geen goede verwachting geven aan je beleggers. Dus trek je hem gewoon in. En is het maar gewoon afwachten. En het zou dus ook zomaar kunnen dat zo'n bedrijf als AB InBev misschien wel geen dividend gaat uitkeren. Iets wat vaak voor investeerders wel heel erg interessant is. Wat vaak ook een blijk van vertrouwen is, van we hebben genoeg geld achter hand, we gaan gewoon dividend uitbetalen. Het is niet bevestigd trouwens hoor, maar het is zomaar heel aannemelijk dat het zou gebeuren. En we kunnen natuurlijk verwachten dat het eerste kwartaal van 2020 een heel slecht kwartaal gaat worden. Alleen in de eerste twee maanden hadden ze al bijna €300 miljoen minder omzet. Q2 zal waarschijnlijk echt het kwartaal worden waar heel veel pijn wordt geleden voor dit bedrijf. En pas in de tweede helft van het jaar kun je verwachten dat als eenmaal alles weer een beetje gaat lopen zoals het zou moeten lopen, zeg maar, dat we een beetje teruggaan naar de oude situatie, hopelijk in ieder geval, dat dan pas weer een beetje groei kunnen verwachten. Maar dat is niet genoeg groei om, zeg maar, weer op een plus uit te komen dit jaar. En dat maakt het dan mogelijk wel een interessant aandeel, maar niet voor de korte termijn, maar juist voor de lange termijn. Kijk bijvoorbeeld naar de schuld die ze hebben van zo'n rond de 100 miljard. Pas dus nog wel bijgeleend. Gelukkig is wel heel veel op de lange termijn. Dus ja, ze hebben niet heel veel betalingsverplichtingen op de korte termijn. Dat scheelt in ieder geval wel een beetje. Dus vind je het een interessant aandeel, dan zul je ook echt geduld moeten hebben. Waar dus eerst 3% groei werd verwacht voor dit jaar, is nu de verwachting dat we misschien 15 tot 20% af gaat nemen. Dat betekent dus dat we met een flinke krimp te maken hebben. En pas vanaf weer 2021 en later kunnen denken aan groei. Dat wil dus zeggen dat je weer een lange adem moet hebben. Dividend is helemaal niet zo zeker, lijkt mij in ieder geval. En dat je pas weer koerswinsten of winst van het bedrijf kunt zien vanaf volgend jaar. En dan kun je misschien beter wel andere aandelen kiezen. Bedrijven die wel dit jaar al kunnen herstellen. En dus weer meer te bieden hebben gewoon op dit moment. Maar ja, misschien ben je gewoon bierliefhebber, wil je dit aandeel hebben. Dat kan gewoon natuurlijk. Het is wel interessant. Niet voor de korte termijn, wel voor de lange termijn. En ook dit aandeel is dus weer bij de Giro te koop. Wederom ook op de Euronext van Brussel. Dus de Belgische tarieven zijn hier van toepassing. En ook alle informatie over dit aandeel vind je trouwens in de omschrijving onder deze video. Heb je nog suggesties voor de volgende video? Dus voor mei 2020 wordt het dan alweer over een maand. Laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video of op onze Discord chat. Maak een berichtje, wordt een aandeel vaak besproken, dan zie ik het automatisch wel voorbij komen. En schrijf ik het gewoon op mijn lijstje om in ieder geval volgende keer weer mee te nemen. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Ten eerste natuurlijk weer bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken? Op die manier maak ik natuurlijk content die jullie leuk vinden.
En in ruil daarvoor wordt dit kanaal meer bekeken, dus je helpt het kanaal er ook zeker mee als je dus een duimpje omhoog geeft. En wil je meer video's zien zoals deze? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren, klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. Dus als er een nieuwe video online staat, en dan zie ik je graag in de volgende video terug.